Tom Soetaars geraakt op een zijspoor bij KV Kortrijk, maar in Mechelen wil de 29-jarige profvoetballer uit Wommersom zijn carrière een nieuwe wending geven. Mooie entourage, mooi publiek eigenlijk. Ja, een beetje vergelijkbaar van toen ik bij Roda aankwam. Dat was ook een heel warme club, een heel gemoedelijke club en daar is het een beetje mee te vergelijken. We eindigen met een reportage over Tom Soetaars. De 29-jarige profvoetballer uit Wommersom ruilde vorige maand Kortrijk voor KV Mechelen. In West-Vlaanderen was hij op een zijspoor geraakt. Bij de Manenblussers speelde hij vorige week al 79 minuten mee in de bekermatch tegen Gent. Wordt het een nieuwe start voor Soetaars? Kenny Hennis ging het hem gisteren vragen. Tom Soetaars voelt zich weer voetballer en dat merk je meteen. De sympathieke inwoner van Wommersom heeft met 2009 een echt rampjaar achter de rug. Bij Racing Genk kreeg hij te maken met een zware enkelblessure en ook bij KV Kortrijk was het spelplezier van de 29-jarige ex-Rode Duivel ver zoek. Er is een goede sfeer, er is een goede ploeg, veel Belgen, een goede trainer, maar één probleempje, ik stond niet in de ploeg. Dus dat was eigenlijk het enige probleem op dat moment, want ja... Na Genk, na het laatste jaar Genk, wou ik absoluut terug voetballen. Of toch zeker het gevoel hebben dat ik belangrijk was. En dat gevoel had ik niet in Kortrijk. Ik heb geprobeerd om altijd positief te blijven, in mijn hoofd ook vooral. En te blijven trainen voor mezelf. Maar ja, sommige trainingen heb je wel zoiets van, ja, kan dat hier echt niet opbrengen. Wat denk wel logisch is, dat je gewoon moeilijke dagen hebt. En je kan wel stellen dat 2009 voor mij persoonlijk, ik ga niet zeggen een rampjaar, een ramp zijn andere dingen. In het leven, maar geen goed jaar. Maar 2010 is een nieuwe start en laat ons hopen dat dat dan weer het anderste uiterste is. En die nieuwe start kwam er enigszins onverwacht bij KV Mechelen. Kortrijk-trainer Josh Lekes zag wel wat in Malinois-speler Wouter Franke en Soetaars werd betrokken in een ruiloperatie. Een transfer die de gevoelsmens in de linkermiddenvelder terug naar boven heeft gehaald. Mooie entourage, mooi publiek eigenlijk. Ja, een beetje vergelijkbaar van toen ik bij Roda aankwam. Dat was ook een heel warme club, een heel gemoedelijke club. En daar is het een beetje mee te vergelijken. Nu, je start tegen Gent voor de beker in de basis. Speel je met revanchegevoelens nu? Wil je je bewijzen? Ja, ik wil me natuurlijk bewijzen. Ik wil vooral bewijzen dat voetballen verleer je niet, denk ik. En dat de zin er nog is. Ik heb nog met andere clubs gepraat en daar kreeg ik dan het verwijt. Ja, maar je kan geen man meer voorbij en je bent traag geworden en je verdedigt niet mee en je hebt geen rechtse voet. En als je dat dan allemaal hoort, ik speel wel een beetje met revanchegevoelens, maar ik speel ook eigenlijk een beetje uit dank voor Mechelen dat zij mij ook de kans gegeven hebben die niemand anders mij wou geven. En een beetje een combinatie van dat alles hoop ik dat het een jaar en een half vol successen gaan worden. Soetaars voelt zijn overgang naar KV Mechelen duidelijk aan als een nieuwe start. En die heeft meteen enkele leuke wedstrijden voor hem in petto. En nu de volgende drie. Dus nu is het Genk, Anderlecht, Kortrijk. Drie ex-clubs van mij. Het is een mooie binnenkomer voor mij. Ik heb mezelf voorgenomen dit half jaar al wat ik speel, 100% mijn best te doen. En dan in de zomerstop goed rusten en me echt prepareren voor een van hopelijk fantastisch 2010, 2011. Want dat moet dan wel mijn seizoen worden.